Collega wethouders, burgemeesters, wij willen heel erg graag de verantwoordelijkheid dragen voor de jeugdzorg, de WMO en de wet werken naar vermogen. Wij willen onze schouders eronder zetten en meer betekenen voor de meest kwetsbare inwoners van onze gemeente. Maar wel onder de juiste randvoorwaarden. En ik zou heel graag een heel helder mandaat meegeven aan ons VNG-bestuur, aan onze onderhandelaars. Dat is dat het nu onvoldoende is. Er moet minimaal, structureel, 290 miljoen extra bij voor de wet werken naar vermogen. Anders is het voor ons onuitvoerbaar. Dat heeft Cedris en onze VNG uitgerekend. En wij moeten dat heldere mandaat meegeven aan ons VNG-bestuur. Ik zou u graag willen oproepen om dit te steunen via Twitter of op welke manier dan ook. Ik zou ons bestuur willen verzoeken om te schorsen en om dit over te nemen. En om met dit mandaat op stap te gaan. En ik zou aan Rutte willen vragen om die uitgestoken hand nu aan te nemen en serieus te nemen. Dat we er samen uit gaan komen, maar wel onder deze randvoorwaarden. Dank u wel.